Ouder dan de burcht is dit schachtgraf. Een rechthoekige kuil omgeven door een ronde muur. In de omgeving zijn vele graven te vinden in allerlei maten. Dit ronde koepelgraf voor koning Atreus is het meest beroemde graf. De koepel is gevormd door een ring van stenen. Daarop legde men een wat kleinere ring, zodat de stenen wat overstaken. En zo ging men door tot het gewelf met één enkele steen kon worden afgesloten. Daarna hakte men de stenen aan de binnenkant af, zodat er een gladde wand ontstond. De lichamen in de graven waren bedekt met gouden sieraden. En dit alles ligt nu in het Nationaal Museum in Athene. Door tijdens de bouw aan de buitenzijde grond tegen de stenen te gooien, ontstond er een heuvel. Nog steeds een publiekstrekker. Het theater was belangrijk in het oude Griekenland. En er zijn er ook veel gebouwd. Want men vond het heilzaam voor de geest. Dit is een van de grootste, met 14.000 zitplaatsen. En het heeft een geweldige akoestiek. Op de bovenste rij, en dat is 23 meter boven het toneel, kun je iemand die op een normale toon praat, duidelijk verstaan. Je kunt een stukje papier afhoren scheuren.
Het theater wordt nog steeds gebruikt voor het jaarlijkse Epidapros Festival. Maar er is meer te zien. In het museum vinden we de restanten van een heiligdom gewijd aan Asclepius, de god van de geneeskunst. Buiten staat nog een fragment van zijn tempel. Van de andere gebouwen zijn alleen de funderingen nog over. En van dit stadion zijn nog enkele rijen zitplaatsen te zien.